wat betekent dat vandaag? Daar gaat Chelsea vandaag op rijden, hè? Maar dan gaan we eens even kijken hoe ze dat gaan doen. Ze zijn er een tijd geleden voor. Nou, die gaan de trailer in. Ik zal even laten zien hoe ze erbij zitten. Ali! Oké, we gaan naar de ponies opzadelen. Tijd om af te zadelen. Het is nog steeds in spanning. Ja. Goedemorgen bij deze vlog. Het is vandaag 16 april. En wat betekent dat vandaag? Dat wij, nou ja, niet ik, maar jij. Ik heb een oefenwedstrijd in Woudenberg. Om 16:45. Chelsea heeft er volgens mij wel zin in. Ja? Ben je een beetje zenuwachtig? Nee. Nou, dat is mooi. Kan nog komen, maar dat maakt niet uit. Ja, er is ook een prijsuitreiking. Maar in ieder geval, wij hebben er zin in. Wij nemen jullie vandaag mee. Gedurende de dag. Nou, laten we gaan naar de manege, want we moeten daar om 9:30 zijn. En het is nu 9:50. Dus let's go. Tot zo. Chelsea. Hallo. We zijn op de manege. Maar wel op ons eigen manege. Ja. Hè? Die heb je niet nodig. We lopen nu naar de stalletjes toe om even te checken en alles klaar te maken. En dan gaan we naar Woudenberg. Nou, er zijn heel veel ponies zijn er al weg, want die zijn al naar de wedstrijd van de andere meiden. Baloetje staat er nog wel. Er zijn wat ponies vies geworden, dus die moeten opnieuw gewassen worden ook. En dit is Spetter. Daar gaat Chelsea vandaag op rijden, hè? Oh, wat ben je mooi. Heb je er wel zin in om met Spetter straks te rijden? Ja, nou, iedereen is zo'n beetje aan het instromen hier. De meiden en de ouders. En wat ik al zei, sommige ponies zijn al weg. Sommige zijn ook gewoon weer vies geworden. Zoals Baloo, die heeft echt vieze achterwerk, zeg maar. En Ali, die wordt nu gewassen. Nou, gaan we eens kijken hoe vies ze is. Nou, dat dus. Dat mag dus niet, hè, bij een wedstrijd. Dus succes, Ali. Hier staan alle spullen van de dames. Deze is van Chelsea. Nou ja, zoals je ziet staan er heel veel tassen. Hier ook nog. Dit gaat allemaal mee. De zadels zijn het meeste ook allemaal weg. Dus die geen dekje hebben, die gaan allemaal mee. Die wel een dekje hebben, blijven hier. Dus dit gaat allemaal mee straks. Gaan we Chelsea even opzoeken. Die staat natuurlijk nog steeds bij Spetter. Ik ben wel een beetje nerveus, hoor, Chelsea. Jij? Een beetje. Een beetje, hè? Mag ook wel. Surprise! Ben je mooi? Ja, mooi. Oh, hier zie je die knotjes wel heel goed, hè? Ja, alleen hier zo is het een beetje los. Dat is wel heel Oh ja. Maar oh ja. Dat kunnen we met gel, denk ik. Oh ja. Paardengel. Ja. Hé, hey, Baloo. Jij bent ook zo mooi. Jij bent ook zo mooi. Ja. Yeah. Jij bent ook zo mooi, hè? Bij jou kunnen ze de manen niet vlechten, natuurlijk. Nee. Nou, twee meiden, Melissa en Maud, die zijn de zadels in de auto aan het doen. Die moeten natuurlijk ook mee. Maar dan gaan we eens eventjes kijken hoe ze dat gaan doen. Als we deze gewoon zetten, dan fixen we het zo meteen wel. Nee, dat gaat nooit passen zo. En gaan er nog mensen mee op de achterbank? Ja, en ik en Esmee waarschijnlijk. Oké, ja, anders hou je er ook een paar op je schoot of zo? Ja, ik kan. Ja, ja, kan toch? Nee, maar dit kan niet. Kijk, dan gaat het toch niet dicht nu. En hier? Daar kan ook nog. Ja. Oh ja. Ja. En hiernaast? Ja, zie je? Oh, ik voor wie is dat zadelflex? Nou, het wordt gefixt. Nou, hier worden alle meiden geknot vandaag. Door de moeder van Liz. En dan gaat Chelsea zo meteen ook. Chelsea's haar heb ik ook lekker geborsteld. Dus dat is ook klaar. Mooie golfjes zitten er nog in van eergisteren. En dan is ze zo meteen ook aan de beurt. Kijk, zo. Oh, nee. Zo heb ik het nog nooit gezien, hè, om te doen. Zo'n andere manier. Oh ja, nee, ik rol hem er altijd. Ah ja, die techniek die ken ik ook niet. Oh, dan heb je wel echt een mooie volle knot, ja. Zo. Zo, wie? Ja, dan moet ik natuurlijk wel nog onder de cap passen. Ja, en hoe vind je het nou, zo'n knot in je haar? Strak. Ja, draai eens om. Oh, wauw. Wel heel mooi gedaan, hè? Ja. En zo meteen met je cap mooi op. Nou, we gaan weer terug naar Spetter. Kijken hoe het met hem gaat. En naar de rest van de mensen. Daar is Esmee. Die staat bij Donar. Is dat Donar? Ja. Moest even kijken. Leek een beetje op dubbelfris. Ja. Ja. Esmee, de haar is ook mooi. Van iedereen zijn de haren mooi. En bij Melis ook. Ja. Hoe vind je het zitten? Je haar? Mooi, maar... Strak? Want Chelsea zei dat het strak zit. Een beetje, maar een beetje. Op zich je kan je eigenlijk. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, en daar hebben we Maud. Zit lekker je haar? Ja. Eeuw. Nou, het ziet er niet uit, maar
Zometeen met cap wel. Ja. Ja, precies. Dat is netjes. Oh, nou mooi. Ja, dit is veel mooier. Daar hebben we Wies. En wie is dit meisje? Wie is dit meisje? Chelsea. Oh, Chelsea. Kan je hem niet gedraaid maken? Ja, ik ga je even helpen. Ik moet dit ding niet gedraaid maken. Je moet hem zo. Zo. Ja, nu is het niet. Ja, hij zit precies goed nu. Ja, wacht even hoor. Maar dit zit ook gedraaid. Ja. Mel? Liz. Ja, Mel? Liz. Ja, hoe zit dit? Hij moet zo. Oh. Ja, oké, okay, nu is het. Ja, nu. Dank je. Lekker worteltje verspetten. Oh, lekker. Oké, we zijn nu aan het wachten tot de trailer komt. En dan kunnen we de ponies inladen. Nou, nu is het kwestie van wachten tot we worden geroepen. Maar als het goed is, is dat bijna. Want hier zijn de ponies al weg. 10 minutes later. Spetter mag. Oké, hier staat Apie. Die mag ook al de trailer in. Oh, hij moet even spetten. Ja, poepen. Ja, go. Oké. 93 minuten voor 6 minuten tijd gereden voor. Nou, die gaan de trailer in. SME gaat met Donar en Surprise met Lola. Die gaan nu ook de trailer in. En de rest gaat ook de trailer in. Ja, allemaal achter elkaar. Nou, hup, hup, de trailer in. Wow. En dan kunnen we gaan naar Woudenberg. Even de spullen pakken. Die staan hier. Dit gaat allemaal mee. Oké, okay, op naar de auto. Nou, de dames zitten al in de auto. Ik zal even laten zien hoe ze erbij zitten. Kijk, dat zit er zo. Ja, hij gaat dicht. En dit ziet er zo uit. Ik kan nog net in mijn spiegel kijken. Onderweg naar Woudenberg. Nou, we zijn aangekomen bij Meneesje, hoe heet dat ook weer? Groene Wouden. Ja. In Woudenberg. Oké, okay, we zijn er. Daar is Chantal. En de zadels natuurlijk. Kan jij deze vasthouden? Ja, als jij deze vasthoudt voor mij. Oké. Ja. Oh, die is echt zo zwaar. En nu gaan we lopen met alle spullen naar waar we moeten zijn. Nou, hier staan alle trailers. Ik weet niet, ze zijn natuurlijk niet allemaal alleen maar van ons. Daar staan wel verderop onze eigen ponies. Want daar staat Anouk al. Die witte, bruine pony. Oh, kijk al die spullen, joh. Oh. Kijk, de vrachtwagen komt eraan. Zo, het is wel echt groot. We zijn hier. Oh, tijd om uit te laden. Nou, we gaan even kijken bij de ponies. Kijken hoe ze erbij staan. Oh, ze staan hier. Oh, ziet dat er zo uit. Ah ja. Oké. Okay. Hoe? Dat is de 1. Oh. Oh. Zo. Dat was ze 1. Ali. Ali. Hallo. Ja. Bij elkaar blijven, hè? Bij elkaar blijven, hè? Die is dat is Twinkel? Nee, Bliksem. Oh, Bliksem. Oh ja. Ja, wie? Alsjeblieft. Hier is Spetter. Oh ja. Ja. Oké, okay, top. Even, ik kan net zeggen. Ja, die moeten samen blijven, ja. Je mag wel meedoen, maar hij is even druk. Nou, we staan met Spetter hier te wachten. Tot we mogen. Die andere ponies hier. Het is eigenlijk helemaal niks voor mij dit, maar ja, voor jou is Spetter weer te sterk. Heeft het wel goed gedaan? Ja. Hè? Nou, lekker rustig blijven. Oké, okay, we staan nu te wachten tot we iets mogen gaan doen. De Eredivisie gaat nu de proef rijden en Surprise en Spetter blijven hier. Die gaan zo meteen rijden als Chelsea gaat rijden, want Chelsea moet op Spetter. Ja, en deze twee moeten nog even wachten. Dus ze moeten even een soort van babysitten. Oké, we gaan naar de ponies opzadelen.
taak is voor mij om zeepjes uit te delen en in te nemen. Dankjewel. En dan is nu wachten. Dus jullie mogen losrijden. 10 minutes later. Oké, we gaan naar de losrijbak. Ik kan echt niet rijden met links. Nou, de meiden gaan hier even losrijden voordat zo meteen de proefwedstrijd gaan rijden. Dan kunnen ze nog eventjes de proef doornemen hier. 10 minutes later. Ze zijn klaar met het losrijden. Dus als het goed is, komen ze zo hieruit lopen en dan gaan ze richting de wedstrijdbak. Dan gaat de echte proef beginnen. Nou, tijd om af te zadelen en alle zweepjes weer te verzamelen. Chelsea is klaar van de proef. Wat vond je ervan? Leuk. Leuk, hè? En kijk, ze hebben Spette de knotjes eruit gehaald. Niet helemaal zo, kijk. Allemaal krilletjes. En Spette heeft het ook super goed gedaan. Hè? Ja. Spette gaat weer terug naar de manege. Dus ze worden weer lekker ingeladen. Alle ponies. Esmee, wat vond je ervan? Ja? Ging wel goed, ja. Was wel echt leuk om te zien. Bies, wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. Ja? En Lily was een beetje jammer, ja. Oh, niks van gezien. Tijdens de galopfiguur voelde ik echt dat ze zei, dat ze was zo van, ja, ik wil. Oh, heb hem niet gezien, eerlijk gezegd. Dat ging sneller dan zo lastig om te echt waar? Zien. Wat zei je? Dat is een lastig om te zien. Het ja, jij weet het. Ja, klopt. Lola, ging het goed? Ja, alleen was het een beetje. Ik zag het. Ja, dat zag ik wel. Of ook bij het losrijden. Ja. Nou, doei Spetter. Ja, je mag bijna hoor, Spetty. Met je roze glitterhals. Nou, doei Spet. Hoppa. De prijsuitreiking is over een paar minuutjes. Spannend. Ben die groepen. Zoals jullie van mij gewend zijn, de ponies en de paarden uit elkaar. De paardenuitslag en de ponyuitslag. En de vijfde plaats, nu ga ik er om en om, waar de ponies komen. De vijfde plaats van de ponies, 63-973. De Delft Connection Junior. 67-0,60. Is geëindigd. Hippica Gymnasia. Bij de ponies op de tweede plaats. 67-9-6-8. Mustang Jongrijder. Gewonnen bij de ponies met 80-9-3-7. Pony kan zelf de Sylvia voorbij. Dat is toch hartstikke goed? We zaten zo steeds in spanning. Ja. Niet bij de tijd zetten we weer. Oké, nu mogen we wel komen. En toen ben ik... Ja, dat is wel mooi. Ik vind het netjes hoor. Ja. Goed gedaan. Die met 16 en 12. Ja. Maar je hebt die vrouw gehoord, hè? Met 8 is moeilijker dan met 16 of zo. Ja. Maar wel knap hoor. Kijk eens wat Chelsea heeft gewonnen. Een hele mooie prijs.
Nou, we zijn weer terug op de manege. Spetter was er al natuurlijk, maar wij zijn nu net aangekomen. Nou, we zijn van de manege weer terug in de auto. We hebben alle spullen daarin neergelegd. Kijk eens, hier heb ik hem. De vierde plaats. Ja, voor Chelsea. Alsjeblieft, de eerste keer oefenwedstrijd. Supergoed. Daar mag je trots op zijn. Daar mag iedereen trots op zijn. En nu gaan we lekker naar huis. Wij zijn lekker thuis en ik heb lekker mijn badjas aangetrokken. Want ik had het een beetje koud. Wij hebben het heel erg naar ons zin gehad. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dus ook helemaal niet wist hoe de dag zou gaan verlopen. Omdat het voor ons de eerste keer is dat wij een oefenwedstrijd mee mochten maken. Ik moet zeggen dat alles goed geregeld was. En alles ging gewoon lekker normaal. En ik moet ook zeggen dat Chelsea niet nerveus was. Tenminste, ik heb er niks van gemerkt. En door dat zij zo rustig was, werd ik ook weer rustig. Ja, en de een was nerveuzer dan de ander natuurlijk. En dat mag, dat is heel normaal. Maar wij hebben het heel erg naar ons zin gehad. En ik hoop jullie ook, meiden. Ik hoop dat jullie allemaal de video heel erg leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en de video te delen met andere mensen. Dat is heel erg leuk. Op naar de volgende wedstrijd. En dat is op 21 mei. Tot dan! Doei!